De geest van Pinksteren stijgt ook op, en uh, daarover praten we vandaag met uh, Tieme Westerduin. We hebben het uh, Pinkstervuur ontstoken. Het brandt nog steeds, uh, Tieme. Pinksteren, toch een, een, een moeilijk onderwerp. We hadden het straks al over. Ja. Uh, waar gaat Pinksteren om? Uh, het gaat om de uitstorting van de Heilige Geest, zo noemen we dat allemaal. Maar ja, wat het dan precies is. Maar heel kort samengevat, is dat denk ik dat, dat God onder ons komt en in ons komt wonen. Kun je nog even die gebeurtenis beschrijven, 2000 jaar geleden? Waar en wat gebeurde er? Nou, dat was. Uh, kijk, Jezus heeft hem beloofd op het moment dat hij de discipelen hun de grootste opdracht heeft gegeven. Dus de discipelen krijgen een prachtige opdracht mee: ga deze wereld in en vertel over mij en maak ze tot mijn discipelen. En dan vertrekt Jezus zelf en dan zegt hij eigenlijk: is het beter dat ik ga? En moet, jullie moeten wachten en bidden om de Heilige Geest en als die komt. Dan komt de kracht vrij en dan, dan zijn jullie klaar. Nou, en dan komt dat inderdaad op die eerste pinksterdag. Dan zitten de discipelen samen te bidden. En dan ineens wordt het huis vervuld met wind. En lijkt het wel alsof het stormt, maar zonder dat de bladeren bewegen. Maar. En dan verschijnen er tongen als van vuur, dus vlammen op het hoofd van de discipelen. Ja, en dan breekt er iets los, alsof het vuur om zich heen grijpt. En die, 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 die mannen beginnen te verkondigen, waren ze eerst vreesachtig en probeerden ze nog alleen te zijn. Ze klapten de deuren open, ze gingen die wereld in en ze begonnen het werk waar wij nu nog van nagenieten. Want wij zijn hier als het ware een resultaat van hun grote opdracht. Ja. Wij kennen Jezus en wij zijn discipelen van hem. Ja. Wat moet je nou voor jezelf meenemen met pinksteren? Hoe ga je nou deze Pinksterdag uh, verder in? Heb je een aantal uh, handvatten? <kugels> ja... Kijk, je mag deze dag ingaan uh, vanuit de vreugde dat God zich met jou bemoeit. Oh ja. dus, dus Jezus zegt niet voor niks, er komt een trooster. En uh, nou, daarmee duidt hij al eigenlijk op wel wat wij nodig hebben. Dus in die grote opdracht, in, in het leven wat wij aangaan, hebben wij een trooster nodig. Iemand die Waarom ons... heb je dat nodig? Nou ja, Jan, jij en ik, uh, we weten dat het leven gebroken is. Uh, dat er soms zoveel weerstand is dat. Dat er zoveel niet gaat zoals dat wij zouden willen of dat recht aan ons zou doen. Dus Jezus, die, die heeft, is deel van ons leven geweest, die, die jarenlang. En die zegt dan met de tekenen in zijn handen, uiteindelijk, dat als hij weggaat. Dus hij gaat weg als een getekende God. Dus hij is, hij is gebroken en hij is getekend door het lijden. En hij zegt maar, ik ga weg, maar er komt iemand anders in mijn plaats. En die zal jullie troosten en helpen en voor jullie opkomen. Nou, dat is de geest. Mooi, hè? Ja. Kun je me ervaren? Jazeker. Ja. Ik, ik kan begrijpen dat mensen die kijken en zeggen van. Ja, ik voel eigenlijk niks van wat moet ik dan voelen. Nou, je hoeft helemaal niks te voelen. Oh. Uh, maar het is natuurlijk wel mooi. Kijk, Het is hetzelfde als als je uiteindelijk als je tot je doordringt dat die geest, het eerste wat hij doet, is eigenlijk tegen je zeggen: Jan, je bent een geliefde zoon van God. Nou, daar hoef je niks bij te voelen. Uh, misschien denk je wel van, he, vader, zoon. Maar als, als dat doordringt, dus als, als jij hier gaat zitten en je realiseert je en je gelooft het... dat jij een zoon van de Allerhoogste bent en een mede-erfgenaam van alles wat hij is... dus eigenlijk word je naast Jezus gezet uh, voor God. Ja, als dat doordringt, ja, dan ga je wel wat ervaren. Ja. Ik wil toch even over dat geliefd kind van God praten. Want heel veel mensen borstelen daarmee. Ja. Die voelen zich afgewezen. Aan de kant gezet, uh, vergeten. Uh, juist op ook zo'n dag als deze. Twee vrije dagen voor mensen. Maar ik ken ook mensen die zeggen ook oh, dat het maar weer gauw voorbij was. Want ja. ik, ik, ik heb er helemaal niks mee. Nee. Hoe, uh, hoe kom je nou daar waar God jou hebben wilde? Dat je ook wel zegt: Nou, ik weet me geliefd. Het is niet wat ik doe. Het is niet wat ik heb. Het is niet wat anderen over me zeggen. Het is dat ik weet dat ik een geliefd kind van God ben. Maar, ik denk dat, dat Gods geest dat in je wil uitwerken. Uh, dat, dat is die pinkste geest. Ja, dat, 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 dat de heilige geest dat in jou uit wil werken. Want, nou, ik, ik lees <coughs> toch even een bijbelgedeelte waar dat uh, zo in staat. Dat, dat staat hier. Um, U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgename van God. Dus wat God heel graag wil. is dat jij niet hem alleen maar aanroept als Heere God. en dat is goed. dat zijn statige woorden die hebben geleerd. of dat we telkens maar God blijven zeggen. maar hij zegt: Ik, ik, ik geef je een nieuw woord. Ik, ik wil dat je Vader tegen me zegt. Abba. Daar zit intimiteit. Daar zit ook een persoonlijk iets in. Dat, je, dat, dat is, je, u bent mijn Vader. Ja, en als dat doordringt. En daar heb je misschien wel een, een ervaring voor nodig, of een ontmoeting, of, of een, nou ja, een, een moment. Als dat doordringt, ja, dan verandert er wel echt wat. Heel veel mensen hebben moeite met uh, hoe ze door hun vader of door hun moeder behandeld zijn. En hebben dan ook geen goed vaderbeeld. Uh, heb je voorbeelden waarvan je zegt: Nou, het kan. Ik moet nadenken, denken aan een moment dat we met 500 mannen in de bossen van de Ardennen liepen. De vierde musketier die organiseert dat soort weekenden om mannen gewoon als het ware weer wakker te maken. En je kunt er tegenop zien, je kunt eruit zien, maar je bent dan 72 uur in het bos en je moet allerlei dingen doen die je eigenlijk zelf niet onder controle hebt. Maar het mooie is, God die gebruikt dat soort weekenden om bij mannen binnen te komen. En aan het eind van zo'n weekend hadden we een moment dat we de mannen de gelegenheid gaven om te vertellen: wat heeft God nu in jouw leven gedaan. En ik zie nog, hij heette Jan, uh, ik zie nog Jan uit die 500 mannen die daar op de grond waren gaan zitten, nat en moe. van een lang weekend en we zaten in een ruïne, dus de afgebrokkelde muren om ons heen en gras op de grond. En daar zaten, hadden we allemaal een plekje gezocht, 500 mannen. En Jan die komt naar voren en die gaat op dat podium staan. En hij zegt: um, Dit weekend is er iets mega belangrijks gebeurd in mijn leven. Dus wij waren benieuwd. En hij vertelde. Ik ben heel mijn leven christen geweest. Ik geloof het allemaal. Het zat allemaal in mijn hoofd. Ik denk, ik, ik, geloof, ik was ervan overtuigd dat het waar was. Maar het bleef hier zitten. En de afgelopen weekend heeft God dat doorgebroken. Is Hij mijn hart ingekomen en heb ik ervaren um, dat God een Vader is die van mij houdt. Hij dat zegt, was emotioneel. Ja, dat, dat raakte ons al. Dus, maar Hij ging nog verder. Want Hij zegt. Met dat ik dit heb ervaren, ja, moet ik iets recht zetten, zegt hij. Ik ben een man van 60 en ik ben hier samen met mijn zoon. Uh, die heet ook Jan. En hij zei: Jan, waar zit je? Dus ergens tussen die 500 mannen ging een hand omhoog. I hier ben ik. En toen zei hij: Jan, jij bent al 30 jaar mijn zoon. Maar ik heb je nog nooit gezegd dat ik van je hou en dat ik trots op je ben. Nou, het raakt mij en het, wij zaten er met 500 mannen. En toen daar in die 500 mannen zei die vader tegen zijn eigen zoon: Lieve Jan, ik hou van jou en ik ben trots op je. Nou, We zaten daar met 500 mannen en ik denk dat je het aantal gezichten wat nog droog was, ja, kon tellen op twee handen. Waarom, hoe komt het nou dat het ons zo diep raakt als een man, een vreemde man voor mij, deze woorden uitspreekt tegen ja. zijn eigen zoon? Ik hou van je en ik ben trots op je. Kijk, dus, dus ergens raakt het ons allemaal. In, in de hulpverlening wordt, wordt beschreven dat, dat we, als we groeien in de buik van onze moeder, dan, dan is daar een navelstreng, een, een, uh, een on, waar onvoorwaardelijk door, doorheen komt wat je als kind nodig hebt om te groeien. Dus dat kind, of het nou een jongetje of een meisje is, of het nou, maakt allemaal niet uit, het krijgt onvoorwaardelijk wat het nodig heeft om het leven aan te kunnen straks, door die navelstreng. Maar als het geboren wordt, zo, ga, zo zeggen, we vertellen ze dat in de hulpvereniging, dan wordt die navelstreng doorgeknipt, letterlijk. Maar dan heeft God het zo gewild dat je geboren wordt in een liefdevolle, zorgen, zorgzame plek. Dat er als ware een nieuwe navelstreng wordt aangelegd naar dat jonge kind. Een onvoorwaardelijk geliefd zijn. Dus dat je woorden van bevestiging, dat je het veilig is, dat je dat ontvangt. Maar in heel veel situaties zijn ook ouders gebroken. Hebben ook zij dingen meegekregen? En zijn ze niet in staat om die onvoorwaardelijkheid mee te geven? Maar de ellende, en dan is de ellende, omdat wij dat zo hard nodig hebben, die liefde. Die, die, dat is als het ware wat we nodig hebben om het leven aan te kunnen. Liefde. Weten dat we er mogen zijn. Leggen we een soort bypass aan. Ja. Dan, 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 we moeten het hebben. Ja. Dus dan gaan we een bypass aanleggen. En dat is dan de bypass, dat is wel de ellende van waardering. Ja. En dat is altijd voorwaardelijk. Dan moet je iets zijn of iets doen, iets kunnen. voordat je hoort: je hebt het goed gedaan. Je hebt het goed gedaan. Zoveel mensen lopen met een gat in hun hart. omdat die woorden niet gesproken zijn. En dat ze het idee hebben: ik moet altijd maar presteren. Die lopen letterlijk op hun tenen om gezien te zijn, om ja. gewaardeerd te worden. En ik denk dat, dat God's ge God door zijn geest, als ware wil zeggen, die bypass lievert, dan ga je aan kapot. Als je altijd maar moet werken voor waardering, als je altijd maar naar je eigen vader. Ik heb mannen gezien en gesproken, als, als ik dit verhaal vertel, die zeggen: Ik ben verdorie, 40 jaar nu, zeggen ze. Ik ben... En nog steeds ben ik met mijn baan of met mijn gezin, of hoe ik eruit zie of wat ik heb. Ik ben op zoek naar die woorden van mijn vader. Ja. En God, God wil niet dat we. Eindeloos afhankelijk blijven van anderen. Zelfs niet van onze eigen vader. Hij zegt: Ik leg die navelstreng weer aan door mijn geest. Ik, ik, ik verbind mij met jouw leven. En ik wil dat je door mij alles ontvangt wat je nodig hebt om het leven aan te kunnen. Je bent, dat was het eerste wat de geest, hè, toen de duif neerdaalde op Jezus, bij, toen de duif was symbool van de Heilige Geest. Toen klonk daar die stem achteraan: je bent mijn geliefde zoon. Ik word zo blij van jou. Nou, eigenlijk zegt vanmorgen de Heilige Geest, uh, zegt God op deze eerste Pinksterdag... Lieve schat, je bent mijn geliefde dochter. Ik word zo blij van jou. Je bent mijn geliefde zoon. Ik word zo blij van jou. Nou, dat is het eerste waar Gods Geest mee begint. Wat mooi, Tim. Ja. Dank je wel. Je hebt me geraakt met je woorden. En uh, heel bijzonder wat je, hoe je dit in zijn perspectief vriet. Waardering, daar kan ik ook over meepraten. Ik denk heel veel dat we het allemaal ja. zo afhankelijk zijn. En je hebt uh, heel duidelijk gemaakt van wie we echt afhankelijk zijn. Heb je nog, uh, nog iets te zeggen of zeg je van uh, dit was het? Er ja, is nog heel veel te zeggen. Maar dat is ook het ontdekken vanuit het zoonschap of vanuit het dochterschap gaat God wel verder met je. Hij ja. maakt je ook nog tot een hele mooie zoon met een roeping. Maar dat uh, komt misschien een andere keer. Heel graag. Ik uh, wil je niet met lege handen naar huis laten gaan, Time. Ik heb iets heel moois. Ik heb hem zelf ook op mijn kantoor staan. Wow. Uh, het is uh, het credo van de kerk. Het oh, ja. uh, past ook feilloos bij uh, wat Gods Geest je wil vertellen. Ja, ik hoop dat hij mooi op jouw kantoor staat bij Compassion. Want je zet je in voor uh, kinderen die in nood verkeren wereldwijd. Prachtig werk. Ik wens jou en uh, alle kijkers hele gezegende Pinksterdagen toe. En uh, wat heb je ons veel meegegeven. Dank je wel.